Selwyn, daar staan we dan weer. Hè? De 8e editie van het beroepenfeest alweer. Ja, de 8e editie. Ja. 8 jaar geleden had ik niet bedacht dat we nog steeds dit elk jaar zouden organiseren. Dus, ja, het is een mega succes geworden in Roosendaal, toch zeker? Hè? Ja, we zijn echt gestart met iets van 65 bedrijven. En nu hebben we dubbel aan bedrijven die meedoen. Dus het is alleen maar gegroeid. Ja, hoe voelde het om over die rode loper naar binnen te komen? Ja, ik voelde me heel erg bekeken. Maar ik vond het wel een geinig idee, eerlijk gezegd, dat we op de rode loper binnen kunnen komen. Leuk dat je er bent vandaag op het beroepenfeest. Wat merk je aan het enthousiasme bij de leerlingen? Dat is heel leuk. Hè? Je merkt dat ze echt vaak al heel snel naar onze tafel toe komen. Dus dat ze echt weten wat ze willen. En zijn de leerlingen een beetje geïnteresseerd? Boven verwachting. Ja, het is een hele ongedwongen sfeer. Ze kunnen eerst vrijblijvend wat informatie bij je inwinnen. Wat vind je van dit concept eigenlijk? Ik vind het een leuk concept. Leuk dat jongens en meisjes natuurlijk al op vrij jonge leeftijd een beetje een richting opgestuurd worden. Ik had gewild, zeg maar, toen ik jong was, dat ik dit ook had. Want weet je, het is gewoon lastig om te weten wat je wil worden op zo'n jonge leeftijd.